inderdaad, Rita Gerritspa. Wie maakt volgens de jury de mooiste of origineelste creatie? De jury heeft gekozen eigenlijk voor ook originaliteit. En dat was toch voor de meerderheid van de jury het meest originele. De originele was eigenlijk voor Palma. Palma heeft gekozen voor de mooiste creatie. Willen wij vandaag nog iemand extra bedanken voor haar geweldige prestatie als stand-in van Tamara. Die helaas wegens rugspijn. Dus de mensen, de kandidaten die 5 punten hadden ingezet. Dus die kandidaten mogen valideren door Joker de 5 points. Anne-Laure, Jolande, Laura, Nathalie, Stéphanie, Siri, Julie, Florence, Elodie, Elena en Paula. Er konden ook 3 punten, een joker van 3 punten ingezet worden. Aussi, de kandidaat van de joker de 3 points. Is ook Jolande, Anne-Laure, Laura, Florence, Nathalie, Stéphanie, Julie, Julie, Elodie. Blanca, Elena, Paula. Is geworden Laura. En Laura wordt gefeliciteerd. En dan hangt uit handen van Wendy Govaerts van Leisurezaak Bellessa uit Baal een cadeaubon ter waarde van 30 euro. Wie verdient een tweede plaats in deze XL Model halve finale? Nummer 2, nummer 2, Julie! En op jou sturen we met lege handen naar huis voor het ontvangst van Melissa. Een cadeaubon van 40 euro. Hou ons niet langer in spanning. Wie verdient volgens de jury de eerste plaats in deze halve finale XL Model 2015? Alors, qui détient la première place de cette demi-finale XL Model 2015? De grote winnaar, winnares van deze halve finale, XL Model, is geworden. Front en mode, cette demi-finale, XL Model, est devenu Dave Quick, een eigen naam in de schreeuwen. Oei. Geen excuus, dat wil ik. De winnaar, de eerste plaats, Florence! Uiteraard de mooiste prijzen. Een cadeaubon van 50 euro van mij, Bella Sempelbaan.